Ik zou mensen die binnenkort een stoma krijgen als tip willen meegeven. Maak je er niet te druk om. Wees positief en praat er gewoon over. Mijn tip zou zijn om gewoon open te zijn over je stoma richting mensen die dicht bij jou in de buurt staan. Bijvoorbeeld je vrienden, je familie en kennissen. Een tip die ik zou geven aan iemand die een stoma heeft of die struggelt met idee om een stoma te krijgen, zou ik zeggen, als het je kwaliteit van leven verbetert, want dan gaat het zeker doen, het doen. Probeer rustig materiaal uit. En als materiaal voor jou niet werkt, dan vraag proefpakketjes aan bij leveranciers of neem contact op met je stomaverpleegkundige om te kijken welk materiaal voor jou wel goed werkt. Als ik in 2017 had geweten wat ik nu weet qua kennis en over mijn stoma, dan denk ik dat het belangrijkste wat ik tegen mezelf had kunnen zeggen is accepteer hem. En dat klinkt heel makkelijk, maar dat is wel heel belangrijk.